De Nationale Assemblée wil weten hoe het occupatieprobleem in het Dalian 4-project zal worden aangepakt. NPS-assembleelid Patricia Etnel vroeg samen met haar collega van de NDP, Ebu Jones, aan de regering om hierin duidelijkheid te brengen. Jones wees erop dat het strafbaar gesteld is om andermans huis of erf te betreden en te bezetten. De situatie in het Dalian 4-project lijkt niet op occupatie, maar op een invasie, meent Jones. We weten wat er allemaal speelt daar in het noorden van ons land. En zaken zijn niet duidelijk naar die samenleving toe. Er is veel ruis. Wij zijn hier als wetgevend orgaan en systeem. En wij moeten de wet ten alle tijde respecteren en koesteren. Dus er is een wet. Hoe gaat de regering het oplossen? Wat gaat de regering doen? En tijdens de begrotingsbehandeling moet nog duidelijker zijn hoe ons grondbeleid uitgezet zal worden. Er zijn heel veel mensen die grond nodig hebben. En die een stuk perceel moeten hebben en niet denken aan occuperen. Wat gaat de regering duidelijk doen dat iedereen die daar recht op heeft, die de mogelijkheid heeft om te wonen in een huis of op een stuk perceel, dat die dat krijgt. Ik ben vandaag samen met collega's naar dat gebied geweest op het Dalian project. En daar praat ik niet meer over occupatie, maar een letterlijke invasie. Het is daar een grimmerige situatie, voorzitter. En het is taak van die overheid om mensen te beschermen hiertegen. Er zijn mensen met rechtmatige eigenaar met documenten wiens huis bezet worden gehouden. En voorzitter, de mensen gaan naar de politie om aangifte te doen. En de politie zegt, ik heb geen houvast, ik ga niets doen. Aangifte wordt geweigerd terwijl 411a strafrecht genoeg houvast geeft aan de politie om op te treden. Waar moeten de mensen bescherming vinden? Moet er sprake zijn van eigen recht in handen nemen? Wij kunnen dat niet accepteren hier in Suriname. En we begrijpen dat mensen in woningnood zitten. We begrijpen dat het een sociaal probleem is. Die overheid wordt opgeroepen om deze mensen te helpen. Maar het mag nooit zo zijn dat we het gaan stimuleren. Vice-president Ronnie Brunswijk zegt dat de regering wilde occupatie niet zal accepteren. De wet is duidelijk daarover en dat moet worden nageleefd. Toen dat ter oren is gekomen, heeft de regering terstond opdracht gegeven. Omdat er een wet is dat wat betreft occupatie, dat het strafbaar is. En de politie is inderdaad geweest en willen niet eerst hard optreden, heeft de mensen aangezegd om te verhuizen, om weer weg te gaan. En ze hebben de gelegenheid om weg te gaan. Dus als dat niet gebeurt, ik denk tot morgen, dan is er geen andere keus om dan op te treden. Maar in ieder geval, het heeft de aandacht van de regering. Wij gaan geen enkele occupatie meer tolereren. We hebben gezien het probleem van Sunny Point tot nu toe. Zijn we daar bezig om het op te lossen. Texas en al die problemen willen niet meer. Daarvoor is er een wet in uw geactualiseerd aangenomen. Meneer de voorzitter, de regering gaat dit serieus aanpakken. Tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée is er gisteren breedvoerig ingegaan op het occupatieprobleem. Brunswijk liet weten dat er hieraan een eind zal worden gebracht.